Yu-Gi-Oh! Is een van de moeilijkste TCG-series om erin te komen, met pendulummonsters, linkmonsters en termen die niet eens in de regels vermeld staan. Hoe bedoel je, ik heb mijn timing gemist? Maar was dit altijd het geval? Of was de game vroeger makkelijker? In deze serie openen Nando en ik 24 packs, of één box, van een Yu-Gi-Oh! Core Booster Pack, beginnend van Legend of Blue Eyes tot en met Blazing Vortex. Iedere aflevering duelleren met de kaarten die we hebben geunboxed van die set, in een best out of 3 match. Zowel de winnaar als de verliezer krijgen de mogelijkheid om hun deck te verbeteren aan het eind van iedere match, door middel van de tournament, reprint of andere niet-core sets open te maken van die tijd. Of door gebruik te maken van de roulette wheel van Rarity. Daarnaast is er een equalizer in het spel die ingezet kan worden in geval van win of lose streaks. Iedere aflevering openen wij de volgende set in chronologische volgorde om zo ons deck te blijven verbeteren en te moderniseren. Welkom iedereen bij de Yu-Gi-Oh! Evolutie Exhibitie Serie. Wat krijg je als je Cyber en Dragon wegdoet voor een slechte archetype? Dat is Cyber Dark Impact. Welkom bij Cyber Dragons. Of Cyber Dark Dragons om precies te zijn. Totaal niet logisch toen het uitkwam. Nog steeds niet logisch nu. Maar de kaarten die hierin zitten zijn tenminste iets beter dan wat we voorheen hadden. Om te beginnen de cover card. Cyber Dark Dragon. Cyber Dark Horn. Cyber Dark Edge. Cyber Dark Deal. Target the one monster in your graveyard. Krijgt attack erbij. En krijgt 100 attack voor elke monster in je graf. En je kan de equipkaart vernietigen. Als deze misschien neergaat door battle. Is dit goed? Nee. Echt niet. Ik heb Nando beloofd, pool ik alle onderdelen dan speel ik het. Ik verlies dan 100%, maar ja. Voor de rest. Dark Lucius en de Lure Queens zijn de level 7 levelkaart in deze set. Niet goed. Totaal niet goed, want ze krijgen alleen hun effect wanneer ze gespecial summoned worden met effect van hun vorige level. Dus level up heeft geen zin. Dus het enige wat je kan doen is dan een beater. Dan heb je nog in deze set Vanity's Ruler en Vanity's Fiend. En de Barrier Statues. Allemaal hetzelfde effect. Cannot special summon monsters. En barriers zijn cannot special summon monsters except voor de type. Cyber Ogre is een fusion kaart in deze. Krijgt wat extra attack, dat is het. Flame Ogre is oké. Het is niet eens. Nee, het is niet goed. Het is niet goed. Dit zijn monarch stats voor een level 7. Voor de rest heb je in deze set twee extra dingen. Change. Dus after chain met 3 of 4 of 2 krijg je een effect. Of zones of columns. Dat je heen en weer kan bewegen. Dit was in deze tijd niet goed. Toen links uitkwamen werd het beter. Aventis Fiends, Combo, Cyber Ogres. Je hebt ook wat burn in deze set. En ook wat kaarten die als vernietigd werden. Krijgen ze iets. Een Abaki is 500. Nou, dit zijn de Barrier Statues. Je hebt ook nog wat Cyber Support, maar dit is niet goed. When this card is face-up attack position, you can look at every card your opponent draws. Nee. Dus Allure Queen Support. Snipe Hunter is de beste kaart uit deze set. Tenminste, de beste monsterkaart. Discard one card and target one card out of the field. Roll a six-sided die and destroy that target unless you roll a 1 or a 6. Dus 2/3 kans dat jij iets goeds raakt. Nou, je hebt alien support. Alien Mars is oké. Effects of effect monsters with A-counters are negated. Op zich prima, maar je hebt iets snellere A-counters nodig. Nou, Chains of Columns. Stray Asmodian. Destroy by Battle. Iedereen krijgt 800 levenspunten. Alien Infiltrator doet niks met A-counters, doet niks met Damage Reduction. Kan gewoon het ding bewegen, dat is het. Chain Strike was de oorspronkelijke oorsprong van Chain Burn. Chain Link 2 of hoger, inflict 400 damage. Corruption Shell A, place one encounter, one face a monster. Het is traag, maar je hebt momenteel niks beters.
Dit is op zich niet heel goed, counter cleaner. PvF hard level points, remove all counters from the field. Ik heb geen idee waarom je dit zou spelen. Dit ook niet, en dit ook niet. Instant Fusion, beste spelkaart uit deze set. Thousand life points, special summon level 5 or low, fusion monster from your extra deck with it cannot attack, and destroy during the end phase. Dit is goed voor later, wanneer je links hebt, Xyz, Synchros. Dit is een hele makkelijke kaart om te spelen. Level down is voor level kaart, is omgekeerd van level up. Dit is niks, dit is niks. Speel dit nooit. Dit is ook een slechte ritual instant fusion. Alleen, er staat niet bij van, this is considered a ritual summon. Maakt dit niet goed. This crap. Black Horn of Heaven is goed voor later. When your opponent would special summon exactly one monster, negate the special summon. Prima. Dit is niet goed, dit is niet goed. Dit is alleen voor Cyber Ogre, maar Cyber Ogre is geen archetype. This crap. Cyber Shadow Garna is op zich nog wel geinig. Special summon this card is an effect monster. The class and attack. En de attack and defense wordt hetzelfde als de attack and defense van attacking monster. Dus je hebt een soort van gelijk spel dan. Dit is niet goed. Dit is goed voor normal monster beatdown. Dus Sabersaurus, Insect Knight, die kaarten. Straight Flush is crap. Is een beetje hetzelfde als waar is die? Nou, het was hetzelfde als een vergelijkbare kaart. Dus als alles vol is, vernietig alles van je opponent's side. Trojan Blast is geinig als je veel werkt met Switch Control. En Vanity Skull is... ja, Vanity Skull, het is niet goed. Dus ja, over het algemeen zit hier niet echt heel veel in waarvan je denkt van super. Dus geef me 1 snipe punt en geef me 1 instant fusion en ik vind het goed. Ik krijg wel Fantasy Fiend al meteen. Dat is op zich goed. En mijn eerste snipepunter is binnen. En een Black Horn of Heaven. Oké, dan wil ik 1 A-counter. Ik krijg wel Cyber Esper, dus de kans dat ik nou nog alle Cyberdark onderdelen krijg is minuscuul. En ik heb een Instant Fusion. Oké, nou nog alleen een E. Corruption Cell, hey, ik heb alles. Ik hoef, voor de rest maakt me niks uit wat ik nou nog pool. En ik kan zeggen van oké, waarom maakt het jou niet uit? Omdat er voor de rest niet zo heel veel in zit. Merendeel van de barrier statues kan je op zich later nog wel mee. En het zijn common, dus die krijg je toch allemaal. De levelkaarten zijn niet goed in deze set, dus daar heb je niet zo heel veel aan. Chainlinks heb je ook niet zo heel veel aan. Wel een Allure Queen level 5, ultimate rare. Dat had een Cyber Dark erin kunnen zijn. Ja, oké. Een tweede Cyber Esper. Ik krijg geen Cyber Darks. 100% ik krijg geen Cyber Darks. Maar wel een Black Horn of Heaven. Wel een Instant Fusion. Dus dat is mooi. Ja, zo zie je. Ik maakte ook geen grap in de vorige aflevering dat dit een van de slechtste sets is. Want merendeel van de commons heb je later wel wat aan. Maar voor een Shield set waarin wij spelen... nee. Letterlijk, ik krijg alles super rest behalve de Cyber Darks. Dus ja, dit zegt niks. En ik krijg voor mij ook niet eens de Cyber Ogre Fusion kaart. Nee. Het is een beetje een normale opening. Als jij gewoon normale common look krijgt, krijg je Instant Fusion, krijg je Snipe Punter. En dat is het. En voor de rest valt hier weinig af te zeggen, want je weet wat je hiervan kan verwachten. Als jij hoopt op alle Cyber Dark onderdelen. Het zou heel mooi zijn. Het kan ook wel. Alleen jouw geluk moet veel hoger zijn. Maar ja, ik denk niet dat we heel veel gaan aanpassen. Maar ja, ik zie je zo meteen bij mijn deck. Tot zo. Yo, en welkom bij Cyber Dark Impact. Dude, ik hoop echt dat ik een goede kaart krijg dit keer. Maar deze set maakt niet zoveel uit, volgens mij. Let's go. Hier, gelijk de Instant Fusion. Dat is wel iets wat ik nodig had. Snipe Hunter, kind of oké. Alluring Queen, Dark Lucius. Flash of the Forbidden Spell. Was dat? Activate only when all your opponents are occupied. Destroy monsters. Ja, goeie, maar
moet je dat wel voor elkaar krijgen. Cyberdark Keel, dat is al één. En een Instant Fusion. Cyber Ogre. Goeie. Fenty's Ruler, Snipe Hunter. Die is nog een Instant Fusion. Nou, ik heb wel zometeen genoeg Instant Fusions om te gebruiken. Maar volgens mij mag ik er maar één. Omdat die verboden is. Weer een Dark Lucius. Nog een Cyber Ogre. Nice. Nu de Fusion nog. Geef me de Fusion kaart. Dark Lucius level 8. Ik kan wel Dark Lucius nu runnen, maar volgens mij was die niet zo heel goed. 2800. If this is a special battle effect, banish your opponent monsters destroyed by battle with this card, also negate their effects. Oké. Cyber Dark Dragon. En ik heb maar één cyber kaart. Cyber Dark kaart. Ik heb alleen Kiel. En het is een level 8 monster. Select one Dragon Type monster in your graveyard. Equip to this card. This card gains attack equal to the equipped card's attack. This card gains 100 for each monster card in your graveyard. If this card will be destroyed by battle, the equipped monster is destroyed instead. Kinda decent. Maar ja, de kans dat je al die Black Horn of Heaven, dat je al die Cyber Dark kaart poelt, is echt niks. Ik ga er ook niet echt van uit. Ik heb in ieder geval één. En nu heb ik er twee. Oké. Okay. Dus zou je maar zien, hè, dat ik nu wel al die ultra rare kaarts krijg. Die ik eigenlijk niet wil, maar die wel goed zijn. Dark Lucius. Corruption Cell A. En trouwens, ik denk dat ik nu alle ultra rares al heb gehad. Dus dat is wel heel ziek. Nog een Cyber Ogre. Nog een Cyber Ogre. Nog een Cyber Ogre. Ik heb in ieder geval alle Cyber Ogres. Stormshooter. Nou ja, die wilde ik eigenlijk ook hebben. Volgens mij was dat de enige kaart waarvan ik eerst dacht, oh, die wil ik heel graag hebben. Als ik weer Windtech ga doen. Of nou ja, ga doen, ga gebruiken. Once per turn you can select and activate one of these effects. Move this card to adjacent unoccupied card zone. Return one spell, trap or monster card on your opponent's side of the field. In the same column as this card to its owner's hand. Deze kan later met Link Monsters best wel goed zijn. Dit is Blasting Fuse. Activate only when all zones of this card's column are occupied. Destroy all cards in this column. Dat ze dit al gewoon gebruikten in de GX-era. Dat is echt insane. Vanity's Fiend. Oké. Okay. Ik denk niet dat ik de laatste cyber krijg. Nee. Even kijken. Level down. Ah ja, dat is de level monster om me laag gaat. Goed, we hebben Keel. We hebben de Fusion. En we hebben Horn. Welke missen we dan nog? De Edge. Maar in principe zou je gewoon met Metamorphosis zou je hem ook kunnen maken. Als je gewoon level 8 monsters hebt. Even checken wat Instant Fusion precies doet. Special summon one level 5 or lower fusion monster from extra deck, but it cannot attack. Also, it is destroyed during the end phase. This is treated as fusion summon. You can only activate one Instant Fusion. Oké. Okay. Ik weet niet eens of ik een level 5 fusion monster heb. Ooit. Geen idee. Interessante draft. Ik had liever die Cyber Ogre fusion monster gewild.
Dat was wel hard geweest. Maar ja, ik kan niet klagen op zich. Want dit was geen slechte set. Want ik heb meer ultra en secret rares gepoeld dan de vorige keer. Ik ga even kijken wat ik ervan ga maken. Zie jullie zo. Ja, dit is compleet iets anders. Ik ben zo blij met Rad van Fortuin dan. Welkom bij Alien Dinosaurs. Deck bestaat uit voornamelijk makkelijke toegankelijke dinosaurs. Dus Sabersaurus, Hyperhammerhead en Gilasaurus en Dark Triceratops en Ultimate Tyranno. En dan de core draait om aliens. En dan voornamelijk de A-counters. Dus Alien Grey, Alien Warrior, een paar Alien Hunters, Cosmic Horror en twee Alien Mothers. En dan Treeborn Frog om makkelijk de tributes eruit te krijgen. Eén Corruption Cell E, want dit is traag. Dit is traag. Ik heb geen idee of ik dit überhaupt kan gaan summonen. Dus één daarvan gepakt. Eén Ultra Evolution Pill, want dit werkt. En dit is ook de reden waarom ik Alien Dinosaur speel. Tribute 1 Reptile Monster. Nou, alle aliens zijn reptiles. En Special Summon 1 Dinosaur Monster from your hand. En liefst zou dat dus een Ultimate Tyranno of een Dark Triceratops zijn. Nou, voor de rest is het Giant Trueknight, Metamorphosis, de standaard kaarten. 1 Crop Circles. Send any number of monsters from your side to the field. En dan summon je 1 alien monster met hetzelfde level. Nou, kan zijn een alien warrior in het geval van misschien een Nightmare, Wheel of een Spellbinding Circle. Wat Nando op zich nog wel eens wil spelen. Dus dan kan je hem inwisselen, kan je hem makkelijk doen. Of Alien Hunter met 1 Alien Grave voor een Alien Mother. Het is wel zo, dit is wel een hele klote kaart als je er niks in hebt, want dat kost je 2000 levenspunten. Voor de rest, Torrential, Saku, Dust, Magic Cylinder. 1 Rising Energy en dat heeft te maken met 2 dingen. 1. Veel van deze kaarten hebben geen hele hoge attack uit zichzelf. Dus in het begin is bijvoorbeeld Hyperhammerhead, Alien Hunter. Ze zijn niet heel sterk. Sabersaurus hoef ik er niet voor te doen. Maar voornamelijk voor deze. Het is soms net een kleine puntje. En dit in combinatie met Fossil Excavation. Deze kaart werkt alleen als er een dinosaur in je graf zit. Dus discard met Rising Energy. Fossil Excavation. En dan kan ik ook bijvoorbeeld de Ultimate Tyranno mee summonen. Nou, dan wel eens. Het negeert wel de effects. Nou, en dan nog 2 Brainwashing Beams. Want ja, Orbital Bombardment ga ik niet spelen. Want dit is Select One Monster with at least 1 A-counter. Nou ja, Alien Grey, Brainwashing Beam, klaar. Of Alien Warrior, Brainwashing Beam. Of dit met Brainwashing Beam. Want A-counters gaan pas naar beneden wanneer ze worden gebruikt voor het effect. Nou, extra is exact hetzelfde als voorheen. Nog steeds Twin Head. Nou, ik heb het Twin Handed erin gedaan. Het is level 7. Nou, Cosmic Horror is ook level 7. En misschien net die 200 extra attack doet het misschien net. Ryu Senshi, Ojama King, exact hetzelfde. En dit is weer exact hetzelfde afhankelijk van wat Nando gaat spelen. Want ik denk dat hij compleet over de kop gaat nu. Dus ik denk dat hij compleet iets anders gaat spelen om nu... Nou ja, hij weet ongeveer wat ik speel. En hij weet dat ik ook weet dat hij, wat hij speelt. Dus ik ben heel benieuwd. En we zullen het zien hoe dit gaat verlopen. Oké, jongens. Welkom terug na heel lang beraden en nadenken. De vorige keer ging het niet zo heel slecht met het waterdek. Dat was wel te merken. Alleen ja, ik moet af en toe wat meer uit mijn side deck gaan poelen, denk ik. Om even wat te husselen. Dus wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb een soort van frog deck gemaakt. Met wat goede support. Laten we beginnen. We hebben Giga Gagagigo. We hebben de Gagagigo. We hebben 2 Sea Serpent Warriors of Darkness. En 2 Levia Drengens. Een Mobius. 3 Death Frogs. Een Familiar Possessed Area. 3 Hydro Gerons. 1 Mother Grizzly. 3 Beasel Frogs. Een Magician of Faith. 3 Tadpoles. Waarom Magician of Faith terug? Nou ja, misschien wil ik een spelkaart terug. Is misschien handig. De Beasel Frogs kunnen werken.
zodra de tepels in de graveyard zitten. Hoe ga ik die tepels in mijn graveyard krijgen? Painful choice. Let's go. Jordi, die gaan we toch wel een crap kaart geven. En dan moet hij alsnog 2 van die tepels wegsturen. Dus dat vind ik totaal niet erg. Een giant runate. Een big wave. Small wave. Een pot of greed. Blijkbaar had ik een magic reflector. Dus dat zou misschien nog wel handig kunnen zijn. Voor een premature burial of zo. Lightning vortex. Sword of revealing light. Terraforming. Painful choice had ik al gezegd. Graceful Charity, Salvage. Ik heb de poly heb ik in mijn side deck gedaan voor Future Fusion. Dan hoop ik dat ik de Deathfrox niet in mijn hand heb. Vaak is het zo dat ik hem wel in mijn hand heb, dus dat is kut. Maar als ik bijvoorbeeld Painful Choice gebruik en ik heb de Deathfrox niet in mijn hand, of de Tepples bedoel ik, dan zou ik eventueel Future Fusion ook in mijn Painful Choice keuze neerzetten. Misschien. Premature Burial, 2 Legendary Oceans en een Yumi Iruka. Raigeki Break, Torrential Tribute, Sakuretsu, dus Tornado Wall, Ultimate Offering en Call of the Haunted. Nou ja, de fusions zijn altijd hetzelfde. In mijn side deck heb ik gedaan Terror King Salmon, Ocean Dragonlord Neo Daedalus, Share the Pain, Cold Wave, Level Limit Area B, Threatening Roar, Sakuretsu, Magic Cylinder, Compulsory Evacuation, een Zing Zen Hu, Gravity Bind, een Polymerization en een Royal Surrender. Ja, en ik denk dat ik het hiermee ga doen vandaag. Hopelijk heeft Jordi pech met zijn hand. Ik mag het hopen van wel. Let's go. Het was vandaag geen impacts met Cyberdarks, of wel? Godverdomme. Elke keer weer. Elke keer weer. En deze was ook heel slecht. Dus hij maakt me over zich niet zo heel veel uit. True. Doe deze. En ik normal summon een Sabersaurus. Oké. Ik zie 3 in je extra deck. What the fuck speel jij? Heel bijzonder deck. Ja, dat is mij wel duidelijk, ja. Oh nee, mijn tepel. Oké. Het is mijn waterdek weer. Oh yeah. Ah. Dan gaan we weer terug naar je waterdek. Yep. Ah, dit is wel kut dat ik deze in de pool. Oké. Een setje. Ja, wat doen we? Wat doen we? Ik denk dat ik het hierbij laat. Niet heel veel dus. Oké. Weet je wat? We zetten even wat tempo erin. Ja hoor. Ja, het heeft 0 attack en 0 defense, dus. Ja, inderdaad. Dan noemen ze even een Hyper Hammerhead. Tetpoortje. Tetpoortje. En Sabersaurus gaat in. Oké. Nou ja, dan ga ik voor Yumi Iruka. Ja. En dan ga ik voor Hydrogeddon. Helemaal goed. En dan vallen we je Hyperhead aan. Is dat wel zo'n slim idee? Ja, dat... Jawel, want ik mag nog eentje summonen en dan gaat eentje terug naar mijn hand. Mhm. En dan vallen we je Sabersaurus. Nou, het is geen Cyberdragon. Was het dat maar. Dat zou het zijn als het de Cyberdragon was. Was dat maar zo. Mm. Zo. Nu komt de Dark Hole. Nee. Oké. Ik wil zien wat jouw dichte kaart is. Wat is jouw dichte kaart? Alien Grey.
Wat voor token is het? It loses for each during damage calc only. Oké, nou ja, dat val ik nu aan. Mm-hmm. Dan krijg je hem weer in je handen. Prima. Oké. Ja, but. Dus ga ik naar defense. Weet je wat? Pak het Legendary Ocean. Een Legendary Ocean. En dan voor die op. Boom shakalaka. Oké. Oeh, Painful Choice. Dat is een tijdje geleden. Maar echt. Dat wordt leuk, dat wordt leuk. Wat is de... Welke choice wordt heel painful? We zeggen die. Maar die trouwens niet. Nee, die niet. Die wel. Die. Wat ga je me geven? Ik dacht een Mordor Grizzly. Is goed. Nou ja, je kan geen dus dingen. Ja, ik denk dat wat je kan selfish is dat, dus. Geen probleem. Dan doen we die weer in de grave. Ja, Jan is vol. Heb je dat probleem weer? No stress. Baco fles. Nou, dan summon een Hyper Hammerhead. Ja, bud. Oké. Mother Grizzly. Mhm. Een Magic Reflector. Helemaal goed. En dan attack de Hyper Hammerhead. Raigeki break. Oh, wat jammer. En hebben we je vrolijke vriend, Sebasaurus. Oké. Net niet de game. Nee. Mis net de damage. Kijk. Goed. Familiar Possessed. Ja. En dan vallen je Sebasaurus aan. Helemaal goed. En dan zetten we deze kaart, die zetten we deze in verdediging. En dan kan jij weer helemaal los. Yep. Ja. Ja, is goed. En die gaan toch naar het handje. Ja, dat is goed. Dat maakt mij niet zoveel uit. Ja. Normal summon ik Alien Warrior. Call of the Haunted Sebasaurus. Of komt hier de spelkaart, trapkaart aan? Ja. Nee. Battleface. Ah, maar Magician of Faith. Selvage. Ja. Ja. Oh nee, Yumurika. Kan ook nog. Ga dan. Ja. Ja, zo kun je het ook doen, hè? Gewoon inwisselen, Jap. Ja, inderdaad. Zo dacht ik het ook. Hoef ik het niet tegelijk te vernietigen. Mm-hmm. Twee counters. Twee encounters. Ha 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 ha. It loses for each during damage calculation only. Goed, trek jij een monsterkaart. Ah, de Treeborn Frog. Dankjewel voor de Giant Trunet, hè. Set. Ga je gang. Oké. Nou, die ken ik ook.
Ja, maar die is wel iets beter dan Upstart. Yep, vind ik ook. Oh, kijk wat je dichte kaarten. Niks, oké. Okay. Helemaal niks. Ga je gang. Goed. En heeft Nando hier de game? Nou, dat is de vraag van de eeuw, hè? Antwoord op die vraag is een duidelijke ja. Oef. Ik wilde net geen monster die ik kon spelen. Oh, daar heb ik echt mazzel gehad. Mm-hmm. Damn. Even kijken. Dat was precies het probleem van, oké. Okay, ik had op mijn veld iets van, oké, prima. Eén monster wat ik kan spelen. Ja hoor, net er eentje die ik niet kon spelen. F. Ja, dat is wel pijnlijk. F in de chat. Oké, set. Oeh, jij gaat set, weer. Set. Normal summon. Ga je gang. Geen compulsory. Heb je hem wel? Dan ga ik ook eentje zetten. Prima. Ja, wat jammer nou. Maar even deze beurt. Oké. Ik zet een kaart. En ik zet deze in defense. Ga gang. Oké. Wanneer de choice painful is. De choice is heel erg painful. Ja. Die. Ik krijg voor een groot deel al mijn onderdelen wel, maar ik kan net de combo niet doen. F. Ja. F indeed. Ah, gehoord ooit erbij, hè. Ik speel Alien voor een reden. Ja, prima, een tadpoortje. Oké. Waar is Torrential Tribute als je hem nodig hebt? Oeh. Ja, dat gaan we niet doen. Oké, nou ja. Dan ga ik niet eens aan beginnen. Is goed. En kijk, nu heb ik in mijn hand. Nou, dat was niet. Dat is niet zo leuk. Brainwashing Beam. Battleface attack. Cosmic Horror Gangel. Oh, dat is wel even wat anders. Even kijken. Mhm. Ja. Nou, maar zo'n Giga. Ah ja, handig. Ja. Geen dust. Oké. Nou, kom hier niet doorheen. Ga dan. Mhm. Ik kan ook met tokens werken. Ja, klopt. Dat klopt zeker. Oeh. Ja, zo kun je ook nog kaarten redden, hè? Ja, inderdaad. Dan gaan we weer.
Ja. Doe maar een Port of Greed. Het is nog niet de bedoeling, je gaat deckouten, hè? Ja, maar zo kan het toch ook. Dus waarom niet? Ja, dat is waar. Dat is waar. Oké. Mm-hmm. Hey, die ken ik. Dan gaat daar lekker naar het graf toe. Ja. Battle Face. Oh ja, sorcen op. Dus dat gaat niet worden. Bielze. Bielze Frog. Mm-hmm. Oké, doe mij dust op swords. En normaal summonen wij Mobius. Ik weet dat hij beschermd is, maar volgens nog. Oké. Nou, daar gaat Mobius. Ah, nee. Vraag is, werkt dit? Waarschijnlijk werkt dit niet, want het is trigger base. Ja. Jammer. Ja, dat krijg je in de chain, hè. True. In ieder geval mag je monsters summonen. Mm-hmm. Ga je gang. Oké. Dan gaat die weer neer. Mm-hmm. Ach, meen je die? Ja. Hoi. Oké. Nou, wat zit onder je dichte kaart? Sebasaurus. En wie is erbij? Dan mag je hem weer swimmen, hè? Zetten we deze. Ach, ik heeft hij weer een monster getrokken. Oké. Nou, wat zit er nu onder je dichte kaart? Een Gilasaurus. Weer een monster. Nee. wat wilde je doen? Divine Wrath of zo? Nee, beter. Dag. Meen je die? Bro. Ja, jij moet wachten tot de main phase. Je deed in de standby phase. Activeer ik dit, want het heeft toch geen zin. Ja. Nou, wat zit er nu onder? Alien Warrior. Nou, weer die frok weg. Ga hem. Oh ja, ik moet hem wel activeren. Oké. Ga jij zoeken met dat ding? Nou, Hydrogeddon. Ja, in this game. Oh, ik maak hem leuker. Oh, ik heb er al eentje in het graf. Ik heb er al eentje in het graf, dus dan werkt het niet. Ah, die manier. Nou, GG. Oh, yeah! Let's go. Ik dacht van, oké, Alien werkt wel, maar Alien werkt veel te traag. Het had kunnen werken. Het had kunnen werken, want je had ook wel gewoon gezien met Familiar Possessed, Brainwashing Beam, heb ik hem zo. Mm-hmm. Alleen het is veel te traag. Veel te fucking traag. Ik had al wel andere decks gemaakt, maar mm-hmm. ik heb ook oefenpotjes gespeeld. En voor mijn gevoel
mis ik nog een paar stapelkaarten. Dus daarom ben ik weer voor het waterdek gegaan en ik heb hem een beetje aangepast. Ik heb nu iets meer kaarten in het deck. 4 kaarten, ja, maar het werkt wel. Want ik had wel telkens wat in mijn hand. Het werkt wel. Ja, want ik had wel telkens wat in mijn hand wat ik kon doen in ieder geval. Ja, en dat is altijd key. Ja, je moet wat hebben, want kijk, je zag ook wel het hele idee van die Tribune Frog. Ik heb tribute kaarten, dus het recyclede iedere keer gewoon. Ja, dat was echt heel erg irritant. Ja, leuk hè? Dat is het hele bedoel van Tribune Frog. Want ik heb maar twee kaarten in mijn deck die twee tributes gebruiken. Eén is Cosmic Horror. En de andere is Ultimate Tyranno. En in de eerste match was de laatste kaart die ik poolde was Ultimate Tyranno. Ja, die kan ik niet spelen. Nee, inderdaad. Want mijn hele idee van dit deck was de resources gebruiken van de tegenstander vanwege die E-counters. Want de laatste kaart die ik net heb gepoeld was Ultra Evolution Peel. Maar ik had ook nog een Brainwashing Beam, had ik ook nog. Oké. Okay. Dus dan kon ik jouw Livia Dragon stelen. Ja. Aan mijn kant van het veld summonen. En dan kon ik jou gewoon hele kans sweepen. Want jij hebt niks wat sterker is dan Livia Dragon. Dat is waar, maar als ik een Call of the Haunted had getrokken, dan had ik mijn andere Livia Dragon kunnen summonen. Hoeveel Call of the Haunted heb je in deck? 1. Ja, en die Call of the Haunted had ik al weggedaan met Painful Choice. Oh ja, dat ben ik dan alweer vergeten. Ja, dat is het hele deck. Want op zich, dit deck werkt wel, want ik heb oefenpotjes ook gedaan. Ja. En ook tegen Legendary Ocean. En de enige manier hoe ik kon verliezen iedere keer, is als ik geen power output had. En wat had ik nou dit keer? Geen power output. Want ik had Sebasaurus wel, maar ik poelde niet op de juiste momenten die tribute kaarten. Ja, dan ben je fucked. Ja. Ach ja. Maar ja, Nando, gefeliciteerd. Dus de vraag, wat ga jij doen? Ik ga voor de reprint packs, want nu mag ik 5, yes! Jij mag er nu 5, ja. Dat is beter dan het Rad van Fortuin in deze set, weet je. Ik kan wel voor die ultra rares gaan en dan voor een Cyber Dark, maar die kans is zo klein. En Cyber Dark zijn niet eens goed, dus. Dan kan je beter gewoon een reprint pack pakken. Precies. Maar ja, mensen, dan zien we jullie zo bij de reprints. Nou, zijn we dan met Dark Legends. Oké. Okay. Kijk, maar zulke dingen zijn wel blij. Een Summon Skull en een Toon Summon Skull. Ga je Toon monster spelen? Nee. Kijken. Ja, oké. Okay. Dat was het voor mij. Op zich, er zitten geen kaarten in waar ik direct wat aan heb. Maar sommige zijn wel heel fijn om te hebben. Oké, nou dan is mijn beurt. Kijken wat ik krijg. Jee, eindelijk de derde Thunder Dragon. Hey. Hoe lang ik niet op die kaart heb gewacht. Nou, aardig lang. Oké, deze is goed, maar dan moet ik de andere ook poelen. Nou, ik denk niet dat ik die krijg. Ik heb alvast 2 Exodia-stukken. Ja, was ik ook al aan het kijken. Ik had 2 right arms, maar je mag maar 1 van iedere stuks hebben. En 1 left leg. En volgens mij mis ik alleen nog de kop. Oeh, dat komt heel dicht in de buurt dan. Oké, die is goed. Goed, dan gaan we naar pack 4. Wat is dit? Deze kaart ken ik niet. Het is wel een secret rare, maar ik ken hem niet. Oké. En de laatste. En dan gaat hij naar beneden scrollen. Hey, een kaart die is geband. Heavy Storm. Hey, wat jammer nou. Heb je zelf geband? Hey. Ja, hey. Ik heb 3 Exodia stukken. Nice, het valt me nu net op. Ik heb in de eerste pack heb ik Curse of Dragon gepoeld. Ja. Tweede pack, Gaia the Fierce Knight. Derde pack ook Gaia the Fierce Knight. Alleen ik zag het over het hoofd. In de eerste pack heb ik Gaia the Dragon Champion gepoeld. Ik heb ook Gaia the Dragon Champion. Ik heb Gaia the Fierce Knight. Ik heb geen Curse of Dragon gepoeld, maar ik had dus, al Curse of Dragon. Dus dan kan ik de Fusion summonen. Nou, op zich, mooi. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. Volgende aflevering, een veel betere set. Tot later.